De Economische Controledienst ECD doet voornamelijk alleen controle op basis- en strategische goederen. Minister Saskia Walden van Economische Zaken zegt dat dit goederen zijn waar iedere burger recht op heeft voor een normaal bestaan. De bewindsvrouw zegt dat het ministerie in de afgelopen maanden vaker meldingen heeft gehad van prijsopdrijvingen. Echter wijzen erop dat bepaalde prijzen zijn aangepast vanwege de unificatie van de wisselkoers. Ook wijzen erop dat niet alle producten in de supermarkten vallen onder de basis- en strategische goederen. Iemand vroeg van, ja, maar de Heineken is ook duurder geworden. Dus dat zijn, de Heineken is niet aan basis of strategisch goed. Die stoot die Parmobier ook niet. Dus het, de lijst wordt gepubliceerd. Ik wil ook kijkers motiveren om uitnodigen. De page van Economische Zaken te liken op Facebook. Zodat hij ook regelmatig updates krijgt van wat de richtprijs moet zijn. Voor de basis- en strategische goederen. En dat zijn voornamelijk voedingsstoffen. Dat zijn voornamelijk met de COVID-situatie de strategische goederen. Producten die nodig zijn voor uw hygiëne. Die zijn daar toegevoegd. En dat u dan ook kijkt van wat is de... Een richtprijs is een maximale prijs. Dus in feite mag de winkelier minder een lagere prijs aanhaven, maar niet hoger dan de richtprijs. Er wordt ook opgetreden tegen de illegale valutamarkt. Walden merkt op dat de wisselkoers op de illegale markt veel hoger ligt dan aangegeven door de centrale bank. Dus nu is de centrale bank ook heel alert wat dat betreft om ook de controle op de valutahandel te gaan beheren. Zodat wij als gemeenschap niet onnodig meer moeten gaan betalen voor een dollar, waardoor ook de prijzen die gelinkt zijn aan de dollar hoger worden. Minister Saskia Walden van Economische Zaken. Ze zegt dat de prijzen in de winkels hoger zijn dan de richtprijzen, omdat de winkeliers goederen hebben ingekocht tegen een hogere koers dan de voorgeschreven koers van de centrale bank.